Het eerste wat nieuw is in Mountain Lion is het uiterlijk van het geheel. Je zult bovenin je balk zul je een aantal nieuwe iconen aantreffen. We beginnen even bij de systeemvoorkeuren en de software update. Nieuw in Mountain Lion is namelijk dat een software update niet meer via het bekende balkje verloopt, maar wanneer je software update opstart, zal automatisch de App Store geopend worden. De App Store herkent ook programma's die niet van Apple zijn. En die kun je ook via de App Store updaten. Andere programma's zoals Adobe zul je nog gewoon zelf moeten updaten. Dat gaat dus echt niet meer via software update. Het grote voordeel en of nadeel van het updaten via de App Store is dat je nu verplicht een Apple ID nodig bent om in te kunnen loggen op de Apple Store en om dus programma's te kunnen updaten en of downloaden. Je kunt ook nog een gratis account aanmaken als je niet een creditcard hebt of geen iTunes giftcard bij de hand. Dat is de eerste verandering. Dan gaan we even kijken naar de systeemvoorkeuren. We sluiten even de App Store. En we gaan naar de systeemvoorkeuren. Er zijn een aantal nieuwe elementen. We gaan alles even bij langs. Algemeen is op zich niet zo heel veel veranderd. Denk wel even om, als je van Snow Leopard of Leopard overstapt, om de twee vinkjes vraag of wijzigingen moeten worden bewaard bij het sluiten van documenten en sluitvensters bij het stoppen van een programma. Als je dit niet doet, zal hij elke keer alle documenten die je nog open had staan toen je computer afsluit opnieuw openen. Als je dat fijn vindt, moet je dat natuurlijk laten staan. Je bureaublad is op zich niet zo heel veel veranderd. Je kunt nog steeds een afbeelding instellen. En ook de schermbeveiliging kun je instellen. Je hebt iets andere opties voor je schermbeveiliging gekregen, maar niet veel nieuws hier. Wat wel nieuw is, is Mission Control. Mission Control vervangt eigenlijk het oude exposé. Je kunt zelf bepalen hoe Mission Control ingeschakeld is. We gaan straks als we bij het onderdeel trackpad komen, nog even kijken naar Mission Control. Taal en tekst, op zich niks veranderd. Beveiliging en privacy, daar is wel iets nieuws. En dat is het onderste deel. Staan programma's toe die zijn gedownload vanuit. Standaard staat deze op Mac App Store en bij bekende ontwikkelaars. Je kunt dus niet meer zomaar een programma van internet installeren. Dus als je bijvoorbeeld een update van het een of ander installeert, dan zul je moeten zetten op elk willekeurige bron. Door je slot eraf te halen en je identiteit en je wachtwoord in te voeren, kun je bij alle instellingen. Dit noemt Apple Gatekeeper. Je bent dus nu beter beveiligd tegen slechte software, maar het is ook moeilijker om zomaar software te installeren. Wat ook nieuw is, is het onderdeel berichtgeving. In berichtgeving kun je nu programma's instellen die in het berichtencentrum komen te staan. Het berichtencentrum vind je rechtsbovenin. Als je op de puntjes en de streepjes klikt, opent hij het berichtencentrum en kun je tweets, agenda's, mails enzovoort lezen. Echter alleen voor de programma's die hier staan ingesteld. Niet voor andere programma's. Als je kijkt naar de beeldschermen, dan is ook nieuw op je Mac synchrone AirPlay-weergave. Ben je in het bezit van een Apple TV, kun je dus nu draadloos je beeld en geluid sturen naar een televisie of beamer.
Je trackpad is ook behoorlijk veranderd ten opzichte van je witte MacBook. Zo ben je de bekende balk onderaan inmiddels kwijtgeraakt. Er zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd en je kunt nu gebruik maken van multi-touch gebaren. Het tikken is nog hetzelfde zoals je op het plaatje ziet, het secundair klikken ook. Opzoeken gaat nu met drie vingers. Als je op een woord tikt met drie vingers, kun je dat woord opzoeken. Ook bij scrollen en zoomen is het een en ander veranderd. Zo staat die standaard op natuurlijk. Dat is precies het tegenovergestelde zoals je het eerder had. In- en uitzoomen kun je knijpen met vingers. Dit geldt echter alleen bij foto's. Slim zoomen, bijvoorbeeld op een website, dubbelklikken met twee vingers. En je kunt afbeeldingen ook roteren in Apple-programma's. Nog meer bewegingen zijn vegen tussen pagina's, bijvoorbeeld bij internet. Als je Safari gebruikt, werkt dit heel erg handig en snel. Je kunt vegen tussen schermvullende apps. Je kunt het berichtencentrum met je vingers automatisch openen. Mission Control, drie vingers omhoog. En op die Mission Control, ook Exposé kun je nog inschakelen. Launchpad, dan krijg je een overzicht van al je programma's. Het ziet er zo uit. En het bureaublad. Deze bewegingen vragen enige oefening en je zult er even aan moeten wennen, maar als je ze eenmaal onder de knie hebt, werkt het veel sneller en gemakkelijker. Het kan zijn dat je printers verdwenen zijn. Je zult deze opnieuw moeten toevoegen. Ook nieuw ten opzichte van Leopard en Snow Leopard is iCloud. iCloud is eigenlijk opslag in de cloud, dus ergens op servers van Apple. Je kunt zelf kiezen welke gegevens je wilt laten synchroniseren. Als je bijvoorbeeld een iPad of een iPhone hebt, dan staat bijvoorbeeld een notitie die je maakt op je Mac, staat ook gelijk op je iPad, enzovoort. Je kunt ook een backup maken op iCloud, maar iCloud is standaard 5 gig en wil je meer, moet je bijbetalen. Dit zal dus lang niet genoeg zijn voor je MacBook. Ook voor iCloud ben je trouwens een Apple ID nodig. Mail, agenda's en contacten kun je invoeren, zodat je bijvoorbeeld Twitter in je berichtencentrum krijgt of Facebook. Bij gebruikers en groepen is nieuw dat je je Apple ID in kunt voeren en dat je dus jouw wachtwoord opnieuw in kunt stellen met behulp van je Apple ID, mocht je het een keer kwijtraken. Dat zijn de belangrijkste veranderingen vanuit systeemvoorkeuren. Je hebt echter ook een aantal nieuwe programma's erbij gekregen. Als we de map programma's even openen, dan zie je dat je nieuwe versies hebt van Adobe. Wat echt nieuw is van Mountain Lion. iCal is verdwenen en heet nu gewoon Agenda. Voor de mensen die overstappen van Leopard, hebben ook opeens de App Store. Hier kun je dus programma's kopen en of gratis programma's downloaden. En gebruik je dus ook voor je updates. Berichten is ook nieuw. Berichten, daarmee kun je gratis, zeg maar, sms versturen tussen alle Apple-apparaten of Apple-apparaten van anderen. Voor de mensen die het programma Front Row toch nog in hun computer hebben staan, deze werkt niet meer onder Mountain Lion en kun je dus verwijderen. Ook FaceTime heb je nu op je Mac staan. FaceTime is eigenlijk hetzelfde als Skype, alleen dan van Apple zelf. Je kunt dus video bellen. Dit is tussen Apple gebruikers onderling gratis. Voor de fanatieke gamers onder ons is er nu Game Center. Als je een iPad of een iPhone hebt, dan ken je deze al. Je kunt je scores
dus vanaf je Mac nu ook delen met anderen. Launchpad is dus al eerder gezegd, het staat ook als dock-icoon en is dus bedoeld om op een snelle manier al je apps in beeld te krijgen. Je moet zelf uitvinden of je dit een prettige manier van werken vindt. Je hebt ook Office 2011 inmiddels op je Mac. Ook nieuw is notities, oftewel gewoon een notitieblokje om even snel wat dingen op te schrijven. Ook Safari is volledig vernieuwd. Daar zullen we zo meteen nog even naar gaan kijken. En nieuw op je computer is VMware View, wat gemaakt is om verbinding te maken met Windows. Als je eenmaal een Apple ID hebt, dan kun je ook nog het programma iBooks Author downloaden. Dit is een Apple programma wat gratis is, waarmee je zelf iBooks kunt maken die je kunt lezen op je iPad. Ook nieuw in Mountain Lion of Lion is dat je meerdere bureaubladen in kunt stellen. Door daarop te klikken ga je snel naar een schoon nieuw bureaublad. Je kunt deze bureaubladen bekijken via Mission Control en kunt dus weer snel terugschakelen naar je huidige bureaublad. Als je Safari opent, is nu nieuw de Reader-knop, waarmee je documenten standaard kunt lezen. En zoals al gezegd, je kunt nu vegen tussen websites, wat erg snel gaat en een handige manier is. Nog even wat aandacht voor de icoontjes bovenin. Het backuppen van documenten in schoolwerk is vervangen door een Dropbox. Je zult dus je documenten zelf in Dropbox moeten gaan zetten. En om je te laten zien hoe snel dat vegen gaat, let op. Zoals ik zei, het werkt dus erg snel. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen van je MacBook ten opzichte van het oude besturingssysteem. Succes met ontdekken en veel plezier!